Kom! Het is Lernia. Een hele goede dag iedereen. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga vandaag mijn volgers laten bepalen wat ik eet. Dat doe ik via mijn Instagram. En dan een polletje. En de meeste stemmen gelden. En dat is wat ik eet vandaag. We gaan beginnen met het ontbijt. Het ontbijt. Gaan we nu even kijken. Ik heb gisteravond in mijn verhaal gezet op Instagram. Baked oats of een ontbijt smoothie. En we gaan eens kijken wat momenteel de winnaar is. En stiekem hoop ik op de baked oats. Maar gisteravond keek ik al even. En het zag er niet goed uit. Zoals we kunnen zien. Heeft de ontbijt smoothie met 54% gewonnen. Dus het wordt een ontbijt smoothie. Let's go! Wat denken, Ton, wat heb je met je haar gedaan? Ik ga naar de kapper. En daarnaast hoor ik jullie ook al denken, Ton, wat ben je aan het doen? Dit is hartstikke lekker en gezond. En ik zal de ingrediënten zou ik op het scherm laten zien. En ik zou zeggen, voordat je zegt, oh dat ziet er echt vies uit, probeer hem een keer. En ondertussen dat ik deze opdrink en naar de kapper rij, heb ik in mijn verhaal gezet voor mijn middageten. Pasta pesto of gehaktbal met noedels. Dus ik ben benieuwd wat de mensen mij gaan geven als eerste middageten. Ja. We zijn weer naar de kapper geweest. Ik ga nu naar huis. Ik wacht nog eventjes een half uurtje met bekijken van de poll. En dan gaan we kijken wat het is geworden. Of de pasta of de gehaktbal met noedels. Ben benieuwd. Yes, het is nu 11:05. En we gaan eens even kijken wat de uitslag is van ons polletje. Oké, 288 mensen hebben hem gezien. Kan meer, maar aangezien er maar een uurtje op staat is het best wel prima. Maar we hebben 100 stemmen voor de pasta pesto met kip. En 52 voor de gehaktbal met noedels. Dus het wordt pasta met kip. En daar ben ik heel blij mee. Daar had ik echt zin in. En ondertussen dat het eten aan het opwarmen is, gaan we de nieuwe poll gelijk inzetten. Ik heb nu zo meteen moet ik een uurtje werken. Daarna een uurtje sporten. Dus ik eet pas over 3 uur weer waarschijnlijk. 2-3 uur. Dus dan heeft de poll weer even genoeg tijd om wat stemmetjes binnen te krijgen. Ik ga voor of wraps of voor een omeletje. Dus ik... Ik hoop stiekem op de wraps, maar omelet zou ik ook helemaal niet zo erg vinden. Ik ga genieten van deze maaltijd. En dan zie ik jullie bij de volgende. Yes, we zijn net terug van sporten. En we gaan eens even kijken wat het polletje heeft gedaan. 2 uurtjes later, drie uur later ondertussen alweer. De wrap met kip. Of een omelet. En de stemmen zijn duidelijk. 243 stemmen voor de wrap. En maar 100 voor de omelet. Dus we gaan een wrap maken. Oh, wat had ik daar zin in zeg. Zo, ik heb hier zo mijn wrap. Die ga ik lekker opeten. En ondertussen staat in mijn verhaal staat een nieuwe poll. Of proteïne ijs. Of een proteïne shake. Die heb ik erin gezet. Want ik ga zo meteen voor de tweede keer sporten. Waarom niet? Ik ga alleen nog even deadliften. Even extra. En dan daarna kan ik dat lekker gaan eten. Dus ik ben benieuwd. Maar voor nu... Ga ik deze opeten en ik zie jullie bij de volgende maaltijd. Ik zei dat ik jullie zou zien bij de volgende maaltijd. Heb ik gelogen. Ik ga jullie meenemen bij mijn deadlift sessie. Dacht je daarvan? Let's go! Gas! Ik ga even echt of ik niet echt keuze gaan maken. Ga ik sumo doen of zo normaal?
Pieter gesnapt, geabonneerd en geliked. Waarom zeg ik zo weinig tijd? En te laat iemand warmen. Zeg maar een hartje. Kwaad op. Leuk jongen. Laat zien wie de koning is op een paard. Dit wordt een beukje jongen. Ik heb 5 keer 160 getild en hij ging goed. Hij ging heel goed. Let's go! Wessel heeft ook 160 kilo getild, hier van de video. Reactie van, welke kwaliteit filmen jullie? Kom! En door naar de volgende maaltijd. Yes! Zoals je kan zien, heb ik. Heeft het proteïne-ijs gewonnen. Dus die heb ik alvast gemaakt. Nee, toch? Nee. Heel die blender meurt uit elkaar. Nee, mijn ijs. Oké, dat mag de pret niet bederven. Het blendertje is weer opnieuw gevuld. En nu ga ik ervan genieten. Mijn laatste heb ik kwark tegenover rijstwaals met kipfilet. En die gaat momenteel gelijk op. Dus we gaan het zien vanavond. Let niet op mijn haar. Ik ben net terug van het voetballen. En ik had echt zin in een rijstwaals met kipfilet. Maar mensen hebben me niet gegund. Zoals je kan zien, 55% heeft kwark gestemd. Dus dat wordt een bakje skeer stracciatella opeten. Jammer. Wel lekker, maar jammer. Ik heb nou zojuist de video geëdit en ik had geen outro, dus die doe ik nu nog even. Heb je nou van genoten? Moet ik vaker van zulke dingen doen? Laat het even weten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen en vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie later.